Vanavond alweer een zeer gezellige tv-avond hier. Welkom bij Victor Vlogdown. Want zoals elke avond in de week is het natuurlijk Gert Late Night. En Ellen en ik, wij supporten altijd. Dus ik ga jullie meenemen naar de zetel, waar we samen gezellig naar Gert Late Night gaan kijken. Het is 9 uur en dus binnen een half uurtje gaat beginnen. Allee, jammer dat het zo laat is, hè. Oh, ik heb het nu al moeilijk. Ellen vindt Gert Late Night te late night. Ellen is klaar om in haar bed te kruipen. Maar dat doen we niet, hè. Nee, we missen geen enkele aflevering. Nee, want hij vraagt ook altijd erna hoe dat we het vonden, hè. Dus het is wel belangrijk natuurlijk om... Eigenlijk een verplichting. Normaal zouden we nooit kijken, maar ja, hij stelt dan ook altijd een hoop vragen. Omdat hij ons zou kunnen ontmaskeren. Als we het niet gezien zouden. Dus we komen er niet onderuit. Ja, dus nu is het wachten tot het begint. Kijk, Jani is nu bezig. En, Jani gaat. Je zou niet zeggen dat het al zo laat is, want het is nog licht buiten, maar... Al zo laat is dat wat dingen. Ja, maar ja, zo... Gert Late Night, dat klinkt zo laat, hè. Het voelt ook zo. En dan gaat precies hetzelfde... slaappatroon als de hondjes. Ja. Die slapen heel een dag. Ik niet, hè. Nee, jij niet, hè. Maar je gaat wel altijd vroeg slapen, hè. Ja, ik sta ook altijd vroeg op. Goed, ondertussen is het 9:30 geworden, dus... Het gaat beginnen, hè, Ellen? Ja. Ik ben er volledig klaar voor. Ja. Zou jij dat niet beter morgen vroeg zien? Ik ga het proberen nu te zien. En als het... Hoe is dat blijven kwakkeren? Is het niet goed? Dan ga ik in slaap vallen, hè. Ah, ja. Hey, dat je over de boer begin ik je ook aan te geven. Ah, het is... Oh, door. Zij knipt. Oh, amai. Het is precies 10 jaar jonger. Ik vind het wel heel kort. Maar jij vindt dat ook schoner, zo wat langer, hè? Een beetje langer, ja. Maar ja, nu was het wel te lang, hè. Maar nu is het eindelijk te kort. Maar ja, het ding is, tegen dat het thuis is, is het weer wat gegroeid, hè? Ja. Zijn oren lijken precies groter met zijn kont. Wat zouden die gegroeid zijn ondertussen? Ja, oren stoppen niet met groeien, hè? Dat belooft. Gebruikt ons vader eigenlijk crème? Nee, niet echt. Af en toe is. Wat dan? Een dagcrème of zo, maar ja, één keer op een maand of zo. Ik vergeet dat eigenlijk altijd. Dan heb je een zin dan, hè? Ja. Nee, ja. Ik vind dat James beter geknipt is dan ons vader, hè? Oh, Sibus komt te kappen, hè. Eindelijk. Zeg, mannetjes. Heel weekend over bezig geweest over dat haar. Ja, en trekt op niks. Het was veel beter ervoor. Ik vind dat hem slanker is. Toont met zijn langere haar dan met kort haar. Ja. Hè? Ja. Het is zo, ja. Precies een dikkere kop gekregen met zijn kort haar. En hij was zoveel vermagerd, juist. Hier thuis zouden we hem bekend niet meer lopen. Ik was bijna de dikste van de familie. Dus ik heb gezegd dat hem zijn gilet moet opendragen in plaats van dicht doen. Vind je het niet beter? Ja, dat trok op niks vorige week, hè. Dat was zo echt een golfsnop, hè. En de volgende stap is dat hem gewoon uitgaat, toch, hè. Kunnen we daar volgende week voor zorgen dat hem dat niet meer aandoet? Liefde op... Hij wil hem zo graag. Weet je wat dat ook altijd is? Die is daar altijd beter gezind dan hier thuis. Hè? Iedereen denkt dat dat een sympathieke... goed lachse man is. En vol mopjes. De Geert die wij hier thuis hebben, die is de verzuurde... zorgvind. Hij wil eens een goede momenten, maar ze zijn schaars. Ja, die zijn toch... Ja, daar is hem precies altijd. Dus dat is ook een van de redenen waarom dat we eigenlijk kijken om toch eens de vrolijke Gert... De leuke Gert zo laten zien. De leuke Gert te zien. We zien hem ook alleen maar op tv. We zien hem eigenlijk nooit hier. Ja, voilà, het eerste deel is gedaan. Dat was een succes, hè. Ja. Oh ja, dat was een al beter aflevering. Ja. Wijzig. Ja, je moet niet blijven voor mij, hè. Ik wil alleen mijn plannen, man. Nee, het is heel goed, James. Ik vind dat je perfect geknipt bent voor
wat wij noemen de uitsmijters. Nou, ook heel belangrijk. Er zitten heel veel mensen op te wachten op de uitsmijters. Ja, ik zit hier ook al te wachten op de uitsmijter van het Geert Late Night. Ik denk, je bent zo grof. Ja, want we mogen toch... Hè? Kritisch zijn. Ik word hier elk weekend gepest, dus dan mag ik toch eens... Hè? Alleen nu gaat het moment missen dat het allemaal misloopt, het kappersmoment. Maar ik ga verder kijken in mijn bedje, lief ik. Ah ja. Dat kan ik al zien wel. Ik wilde echt verder kijken in mijn bedje. Ja, uiteraard. Ah. Tuurlijk, Fik. Waarom denk je van niet? Ja, ik weet niet. Nou. Ga jij stoppen bij kijken dan, of wat? Nee, ik ga voortzien. Ik ga voortkijken, hoor. Je zal het morgen wel zien op de vlog. Ik zal je morgen uitvragen, hè. Ah, ik kan het zien op de vlog. Ja, je kan zien op de vlog dat ik voortgekeken heb. Yes. Oké, Fikje. Ja. Oh, mij. Voilà. Ellen is naar boven. Dus, dan kan ik ook nog mijn bed gaan, zeg. Ik kan hier niet nog als enige beneden zitten, hè. Het is tijd voor mijn avondritueel. Ik ga iets anders kijken in mijn bed. Ik lig in bed. Van het derde deel zal ik morgen wel een samenvatting opzoeken of zo. Het is tijd voor mijn favoriete reeks. Dat is mijn vaste avondritueel. Hiermee ga ik zalig in slaap vallen en ik zie jullie morgen terug. Bye bye.